Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, geldig tot en met morgen 30 mei. Voor geheel Suriname zullen in de avonduren en meer ten zuiden van de kust en in het binnenland buien vallen. Het gaat dan om perioden met lichte tot matige buien, soms met geïsoleerd onweer. Op enkele plaatsen zijn de buien mogelijk zwaar. Gedurende de nacht nemen de buien af. Aan het eind van de nacht ontstaan in bepaalde gebieden nevel en of mist. Morgenochtend zal op enkele plaatsen mogelijk een lichte regenbui ontstaan. De middag- en avonduren kunnen in het teken staan van perioden met lichte tot matige buien, soms gepaard met onweer. De Meteorologische Dienst Suriname waarschuwt dat morgen 30 mei op enkele plaatsen een matige onweersbui in de middaguren kan plaatsvinden met mogelijke windstoten.